Goedemorgen allemaal, ik ben Noer en ik ga vlaggen. En waar gaan we over vlaggen? We gaan vlaggen over voetbal. Ik ben voetbaltrainer, dus ik neem jullie mee in mijn wereld. Ik loop nu naar binnen. Het is vroeg, het is koud. De jongens weten trouwens dat ik ga vlaggen. Dus we zullen even kijken wat ze ervan gaan zeggen. Dit is Sportclub Enschede. Ik zie nog niemand, maar ze moesten er om 7:45 zijn. En het is precies 7:45. En als ik mijn spelers goed ken, dan zijn ze er sowieso al. Even kijken of ze binnen zitten. Goedemorgen, mannen. Hey jongen. Wakker? Zeker. Hey Luc, sta je ook zo vroeg op van school of niet? Nee, ga niet naar school, hè? Dicht doen, Jai. Moeilijk, hè jongens? Haal van binnen de uitdaging. Haal van binnen. Ik ga eens wat zien. Pak van binnen dan. Lekker, hè, Björn? Echt een Buruma. Waar hebben we? Buruma. Wie is buurman? Galatasaray. Buruma, Buruma. Oh, Buruma. Ja. Wie? Rechtsback. Ree. Ja, we hebben iemand gevonden, Wesley. Goedemorgen. Wesley heeft het toernooi geregeld, of niet, Wes? Ja, samen met 3 andere begeleiders. Dus het gaat super, we hopen op een mooie dag. Het weer moet nog wat beter worden. Het helpt nog niet echt meer, Wesley. Nee, het helpt echt niet. En ik heb alleen maar mooi weervoetballers, dus... Ik denk dat we de eerste ronde al uitgeschakeld zijn dadelijk. Nou, ik denk dat de jongens niet blij zijn met jouw uitspraak. Goedemorgen, Harry. Ja, Harry zit te kijken, maar wat is dit dan? Harry, wij zijn aan het vlaggen. Jij komt toen aan, mijn assistent. Met een kopje koffie, voor wie is die? Voor onze grote trainer. De grote trainer, hij zegt. Dankjewel, jongen. Goed, ik ga even naar de kleedkamer, naar de jongens toe. Ik zie jullie dadelijk weer. We spelen serieus eerste licht, Tubantia. Afgelopen zaterdag heeft Tubantia 3-0 verloren. Dus je kunt vandaag ze mooi terugpakken, hè? Maar op een normale manier. Dus geen getrapt. Geen gescheld, helemaal niks, Luca. Ja? Op een normale manier. Ik heb daar geen zin in dat we hier een slechte naam krijgen, dat we meteen weg worden gestuurd. Oké? Spreken we dat af? Ja? Wat zei je, Luca? Ja, is goed. Op camera, hè? Ja, zeker. Staat vast. Remco, coach, jongen? Ja. Hé? Hey? Ja. Heet coach, vriend? Ja. Laat het veel. Prima ruimte gezakt. Goeie bal. Yeah! Oh! Nothing can stop me, I'm all the way up! Lekker dan, Luc! Nee, ik denk dat ze kuiten. Eén keer, bam! Nog één keer, bam, bam, je weet toch? Wow! Oh! Dit open. Ja. Oh! Het is lunch. Het is lunchtijd. Lekker eten. De gezond tandenpasta. Ja, wat doe je dan? De banana, tandenpasta. Ja, serieus, kijk. Kijk maar, Google. Kijk maar. Waar, Google? Kijk. Bang, bang, zeg bang, bang. Ja, daar zijn we weer. De vierde wedstrijd, alle 3 gewonnen. De vorige tegen Oranje Nassau met 1-0 gewonnen. Was een mooie, met een mooie vrije trap. We gaan de laatste poolwedstrijd spelen. Het is koud, het regent. De jongens hebben zoiets van, ja, het is leuk geweest, want we zijn toch al door naar de halve finale. Hoe kom je in die wandelnood aan hebben? Gevonden. Nee, volgens geen. Hans, hey. Dit is Hans, onze treinmedewerker. Ja, tuurlijk, hij vlucht weer. En hij gaat Remco. Toch met maar Hans, zeg eens even gedacht aan. Coulet. Heel eerlijk, als we Hans niet hebben, dan wordt het echt een lastig verhaal. Hans die regelt echt altijd alles goed op de club. De ballen, de hesjes, noem maar op. Ik ben mijn voetbalbad vergeten in de auto. Waar ik altijd mijn besprekingen mee doe. Stel ik ze kort vragen van wat we gaan doen, hoe we druk gaan zetten, hoe we aan gaan vallen. En dan is vooral de bedoeling dat ik ze vragen stel, dat ze zelf oplossingen vinden. Want het gaat er toch uiteindelijk om dat die jongens wel leren. En als ik alles voor zeg, ja, daar heb je natuurlijk niks aan. En het zou helemaal mooi zijn als het ook nog uitkomt in de wedstrijd.
Even een lekkere kopje koffie halen. Ze willen mij gewoon niet helpen. Zeg het dan maar hoor. Vier koffie alsjeblieft. Ja. Wat? Zware klennis. Ga je zware klennis? Wat ga je doen, hè? Ben je bowler? Cola in de wc poepen. Dag dames en heren, einde van het toernooi is aangebroken. En we gaan afscheid nemen van onze gastheer. SSZW, Henry Kippers, welkom. Gekke Henry. Heeft goed voor ons gezorgd vandaag. En we bedanken hem hartelijk en heel SVZW. Bedankt voor een leuke toernooi en we zeggen tot. Wel thuis en tot volgend jaar. Yo, kalm. Ciao, ciao.